Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Afgelopen nacht trokken er winterse buien over het land, maar inmiddels hebben we die Nederland verlaten. We hebben de rest van de ochtend zonnig weer, met temperaturen die oplopen naar zo'n 3 à 4 graden. Er staat niet al te veel wind. Ook vanmiddag hebben we een flinke periode met zon, er ontstaan ook een paar stapelwolken. En het blijft grotendeels droog bij temperaturen van 5 of 6 graden. Pas aan het einde van de middag neemt in het westen de bewolking toe. En dan kan daar een eerste bui vallen. Vanavond trekken die buien verder het land in. De meeste buien trekken over het noordwesten, bevatten daar regen en misschien hagel. Maar in het binnenland kan er natte sneeuw vallen en op een enkele plek misschien droge sneeuw. En bij dalende temperaturen kan het vannacht dan plaatselijk glad zijn. Morgen hebben we bewolkt, grijs en nat weer. In het westen valt vooral regen of motregen, in het binnenland natte sneeuw overgaand in sneeuw. En dan kan het hier en daar wit worden. Meer informatie daarover staat op onze website. In de nacht na maandag trekt de neerslag weg en maandagmiddag is het dan grotendeels droog bij temperaturen van 2 tot 4 graden. Ook dinsdag en woensdag verwachten we grotendeels droog weer met een mix van wolken en zon. S'nachts ligt de vorst en overdag is het 2 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.